Welkom allemaal, welkom deze avond. We gaan praten over de start-up, scale-up, klimaat en cultuur in Eindhoven. Heel mooi onderwerp. We hebben natuurlijk een paar hele mooie grote, met name techbedrijven hier in de buurt. En daaromheen ja, weet je, ontstaan eigenlijk als paddenstoelen schieten uit de grond kleine start-ups die ja, ook in onze regio toch wel bovengemiddeld succesvol zijn. En vanavond gaan we met elkaar ontdekken eigenlijk van oké, hoe kan dat dan? Weet je, waarom zijn we hier zo goed in het laten opgroeien van die start-ups tot scale-ups? En waarom zijn ze dan ook zo succesvol? Wat doen ze goed? Wat doen ze nog verkeerd? Dus we gaan ook heel kijken naar dingen die misgaan, waar we allemaal van kunnen leren. En we gaan aan het einde ook nog iets bijzonders doen. Daar zal ik zo eventjes nog iets meer over vertellen. Dus dat is voor vanavond. Ik vind het ook heel mooi. Ik denk ook dat het iets te maken heeft met de mentaliteit hier in het zuiden en het feit dat we ja, toch een beetje katholieke inslag hebben. Het mooie van het katholicisme is namelijk dat je iets kan doen en dan kan je een fuck-up maken. En dan ga je naar de pastoor en dan zeg je, pastoor, ik heb iets verkeerd gedaan. En dan zegt de pastoor, geef niks jongen, gewoon doorgaan. En die mentaliteit is natuurlijk heel erg fijn ook voor start-up skills. Gewoon doen, proberen en als het misgaat, begin je gewoon opnieuw. Dus dat hebben we mooi mee ten opzichte van andere delen van Nederland. En daar gaan we misschien vandaag, ik denk het trouwens niet, maar misschien gaan we daar vandaag nog wel meer over horen. Ik zei het al, nou het format is denk ik bekend. Hè? We hebben 3 sprekers, allemaal 20 minuutjes praten ongeveer. Nog tijd voor vragen en dan gaan we door. Alleen op het laatst, in het derde blok, gaan we iets bijzonders doen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Daar krijgen we namelijk een introductie vanuit de TU. En dan gaan we 3 studenten gaan hun start-up pitchen. En jullie, hier in de zaal, mogen dan mee zeg maar, kijken en beoordelen van ja, hoe goed vinden jullie die pitches, hoe goed vinden jullie het verhaal. We hebben een jury, een uitgebreide jury van 2 mensen hier zitten ze, Charlie en Mark, zeg maar, die gaan ook meestemmen. Die gaan ook een paar vragen stellen aan die studenten. En uiteindelijk mogen jullie stemmen en die mensen kunnen dan een geweldige prijs winnen. Dus jullie stem telt echt. Volgens mij kunnen mensen thuis zelfs ook stemmen, hè, Tim? Ja, mensen thuis kunnen ook stemmen, dus voor jullie straks ook heel interessant om... Maar goed, dat is voor straks, daar gaan we straks op in. Ik ga gewoon door. We gaan beginnen met de eerste spreker en dat is Nick Baak. En Nick is COO van de fintech startup In3. En In3, heel mooi naam, nomen est omen, zeggen ze wel eens. Daarmee kun je in 3 termijnen betalen. En dat is heel fijn, zonder rente, heel bijzonder. Hij heeft In3 helpen groeien van start-up naar scale-up. En hij gaat hier vanavond zijn ervaringen, zijn struggles en ook een paar van zijn leuke fuck-ups met ons delen. Dus, kom naar voren, Nick. En dan geef hem een warm applaus. Deze is beter. Super. Goedenavond allemaal. Zoals ik al aangekondigd heb, mijn naam is Nick. Ik ben hier namens In3. En mij is gevraagd om vanavond wat te vertellen over het verhaal van In3. Hoe wij echt gegroeid zijn van start-up naar scale-up. Belangrijk element om daarbij te vertellen is dat ik de eerste 8 jaar er niet bij ben geweest. Dus ik ben echt 2 jaar geleden ben ik in de boot gestapt. En heb ik geholpen om de stappen daarna te zetten. Echt van start-up naar scale-up. Maar we hebben wel een Pim hier aan boord. Onze werknemer nummer 1. Die er al de hele rit bij is geweest. Dus daar wil ik jullie graag in meenemen. Oh jeetje, allemaal mooie slides. Oh, yeah. Zou je zien, dit ben ik. In3. Wat wij doen, wij zijn een gespreid betaalmethode om in 3 termijnen te betalen. En dat doen we eigenlijk net iets anders dan een hoop concurrenten van ons. Want wij hebben daarbij een sociaal verantwoordelijke inslag. Wat wij heel belangrijk vinden, is echt dat het zonder kosten is, zonder rente en geen onaangename verrassingen aan het einde. Dus daar ga ik jullie in meenemen. Dit is geen verhaal over hoe goed In3 is, maar het is wel het verhaal, oké, hoe zijn we dan door de jaren heen gegroeid en wat doen we nou eigenlijk? Daar heb ik wel een stukje introductie voor nodig, dus ik begin wel met wat In3 doet. Onze mission statement is, we are the social responsible installment payment solution you'll ever want. Oftewel, na ons wil je niks anders meer. En waarom? Wij doen dat op een andere manier. Wij zorgen ervoor dat wij alleen mensen accepteren die
het ook kunnen betalen. Dus wat je bij ons doet, je wil je matras kopen, je wil hem gespreid betalen, want het is toch wel fijn om de kosten te verdelen over een aantal maanden. Dan checken wij binnen een seconde met een AI-gebaseerde engine of jij daarvoor geschikt bent. En dat doen we best wel streng, want we willen zeker zijn dat jij gaat betalen. Want wij hebben namelijk ons eigen businessmodel eraan verbonden. Want wij hebben geen inkomstenbron via de consument. Dus er zijn geen rentes, geen late payment fees en al die onzin hebben we allemaal niet. Maar daardoor is het dus wel heel belangrijk dat je daadwerkelijk gaat betalen. Dus ja, dit is ons product. Hebben jullie het ook een keer gezien? Ja, een stukje historie. Zoals ik al zei, ben ik er zelf pas een aantal jaar. Maar wel goed om te zien dat het echt wel een lange journey is geweest. Waarbij zeker de eerste jaren alles heel langzaam gaat. Heel veel proberen, heel veel falen, heel veel opnieuw proberen. En allemaal handmatig blijven proberen, blijven proberen. Dus een beetje over dat katholicisme, hè? Je maakt een fout en ga weer door. Nou ja, wij hebben dat niet heel theologisch vertaald, maar wij noemen dat stralend falen. Dus wat wij doen inderdaad, wij stimuleren mensen, maak een fout, probeer het, maak een keuze. Dat is altijd beter dan geen keuze maken. Als ik even door de tijdlijn heen loop, hè? We zijn dus ooit gestart in 2013. Een achteraf betaalmethode. Nou, die kennen jullie denk ik allemaal wel. Klarna, Riverty zijn nu de grote concurrenten. En dat waren ze toen eigenlijk ook al. Maar ze zijn gestart vanuit een idee. Onze founders, Patrick, Jos en Jeroen. Samen met hulp van onder andere Pim. Van wat gaan we nou bouwen? We willen een achteraf betaalmethode. We gaan mensen toetsen. En we gaan zorgen dat ze een mooie oplossing hebben. Nou, dat klonk leuk. Werkte best wel goed. Heel mooi product gebouwd. Maar uiteindelijk, wat zie je dan? Ja, mensen betalen niet. En ja, daar verlies je best wel veel geld op. En ja, als start-up is dat niet heel fijn. Dus nou ja, doorgeïtereerd. Wat kan er beter? Wat kunnen we strenger? Wat kunnen we anders doen? En uiteindelijk kwam het idee, we moeten mensen van tevoren een stukje laten betalen. Want als je dat moet doen, dan heb je een commitment. Dan voel je je verbonden. Dan heb je echt de keuze om, ik wil dit echt. En daarnaast, binnen het product heb je ook het element fraude. Want er zijn ook mensen die het graag misbruiken. En op het moment dat jij gelijk al 1/3 moet betalen en daar Ideal voor gebruikt, weten we wie je bent. Dat was echt een grote gamechanger. Daardoor is het gerebrand in de tijd. En toen uiteindelijk is dat in 2016 uitgerold in drie delen. Nou, was leuk. Je gaat verder door de tijd heen. Je blijft proberen, dingen worden aangesloten, er komen klanten bij. Het groeit. Maar ja, op een gegeven moment is je geld op. Ook als founders, ja, je hebt niet unlimited funding. Dus uiteindelijk is er na 4 jaar voor het eerst geld opgehaald. Dus dat is best wel een lange periode dat het nog gebootstrapped is, dus zonder externe funding. Maar op een gegeven moment is er financiering binnengekomen. Nou, daar zal ik zo meteen ook nog wat verder over zeggen, wat dat dan voor gevolgen heeft. Maar dat is eigenlijk wel een kantelpunt geweest, want daardoor kon er verder gegroeid worden, nieuwe stappen gezet worden en konden we door in de tijd. In drie delen is dat eigenlijk gerebrand naar het merk Indri. De titel zegt het best wel goed, Indri. Het is een lekker pakkende naam en daarmee helemaal uitgerold als merk. Nou, wat hebben we daarna gedaan? Op een gegeven moment in 2020 de mijlpaal bereikt, 1000 webwinkels, ook weer een grote pijler. En toen kwam eigenlijk het punt dat de investeerders zeiden, oké, ik denk dat het leuk is wat we gedaan hebben tot nu toe, maar er moet nu een dedicated CEO bij komen. Want tot die tijd was het een bijproduct voor een hoop mensen. En moest iemand met ervaring uit de industrie, met ervaring en de kennis en de connecties, ook heel belangrijk, om de volgende stap te gaan zetten. En dat is een beetje, zoals we het noemen, het nieuwe Indri geweest. Toen zijn we echt stappen gaan zetten. En in de aankomende slides waar ik jullie wat mee wil nemen in de groeipijnen, zoals wij dat noemen, zullen we met name ingaan op deze periode. Nou, 2021 hebben we een app gelanceerd. Ook een leuke mijlpaal. Ook weer heel erg gaaf vanuit het product. En in 2022 hebben we uiteindelijk best wel een grote fundingronde opgehaald. Geld opgehaald, extern. En ook heel veel financiering, want als je aan consumenten geld voorschiet, dan
kost dat geld. En als je dat met je eigen geld aan het doen bent, op een gegeven moment is het slimmer om dat op een andere manier te funden. En heel leuk staat erbij, lancering Indrie Business in samenwerking met Rabobank. We zijn vorige week live gegaan met een business oplossing, waarbij we dus samenwerken met de Rabobank. En dat is wel echt een grote stap voor ons. Want ja, de Rabobank is wel een andere merknaam dan Indrie. Dus dat is heel gaaf, maar daar komt ook nog meer over. Voor de mensen die Indrie niet kennen, een kleine impressie. Wat we gedaan hebben afgelopen jaar, ik ga niet alles oplezen. En wat bekende namen die Indrie aanbieden, zodat je ook een idee hebt van, het is niet alleen maar een klein productje. Groeipijnen. Nou ja, waar we het wel over hebben natuurlijk, van start-up naar scale-up en eigenlijk ook de hele fase daarvoor. Er komt er heel veel bij kijken. Je gaat door fases heen, er zijn allerlei modellen. Je hebt het theoretische model van Grindr volgens mij, waarbij heel specifiek wordt aangegeven, oh, als je deze fase komt, kom je in deze crisis. Nou, dat is best wel waar. En ook oké, de theorie, nog steeds stort je er volledig in. Dus daar wil ik jullie eigenlijk een beetje meenemen in een soort van chronologische tijdlijn. De eerste is ja, van bootstrap naar investeerder. Dan verandert er echt heel veel. Op het moment dat je een scale-up, of een start-up eigenlijk is het dan nog, zelf aan het runnen bent, dan bepaal je wat er gebeurt. Maak je de keuzes, bepaal je welke mensen je aanneemt, bepaal je welke marketing je doet, welke namen je gebruikt, welke tools je gebruikt. En heb je geen verantwoording af te leggen. Behalve dat je af en toe eens met je medeoprichters van gedachten wisselt, van zijn we nou met de goede dingen bezig. Op het moment dat je investeerders binnenhaalt, willen ze maar één ding. En dat is return on investment. En natuurlijk denken ze met je mee en snappen ze dat je in een early stage bent en dat je moet doorgroeien en dat er geld in gepompt moet worden. Maar nog steeds, je moet je wel verantwoorden, je moet overleggen, je moet kunnen uitleggen waarom je een bepaalde keuze maakt. En ja, onderbuikgevoel is vaak is niet meer oké. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden. Kijken. Oh, goed wel. Volgende. Hè? Aangetrokken management. Dus het loslaten. Let it go. Is echt een volgende grote fase. Want op het moment dat je niet meer zelf alles kan bepalen. Wat er met jouw bedrijf, met jouw kindje gebeurt. Dat is echt lastig. In deze fase loop je er tegenaan dat je het snapt, dat je het logisch vindt, of niet, dat kan natuurlijk ook. Maar zoals ik al zei, bij ons was een bepaald punt dat de investeerders zeiden, het wordt tijd voor een CEO. En ook als je als founder dat daarvoor kiest en daarin meegaat, loop je tegen allerlei nieuwe dingen aan die je van tevoren niet verwacht. Want wat er gebeurt is, ja, er wordt een keuze gemaakt waar je niet meer achter staat. Wat je niet van tevoren besproken had, toen je die persoon aannam. Ja, zouden we zo gaan. Maar ja, ondertussen is de wereld veranderd. Jij bent niet meer betrokken en je gaat verder. En die keuzes worden voor je gemaakt. Ja, dat zijn echt fases waar je tegenaan loopt, wat echt lastig is. En heel veel discussie voor kan zorgen. En dat hoeft niet allemaal in slechte harmonie te zijn. Maar het betekent wel dat er echt veel meer frictie komt. En dat je niet meer alles in de hand hebt. Ja. De volgende stap die wij hebben gemaakt is eigenlijk de overstap van het denken van klanten naar partners. Waar we gestart mee zijn is inderdaad het aansluiten van een individuele klant. Die integreren, mooie technische oplossingen voor maken, mooie dingen bouwen, hartstikke gaaf. En dan zijn ze live, want dan is het, hey. Alleen waar je tegenaan loopt is, het is niet schaalbaar. Want elke klant individueel integreren kost gewoon heel veel tijd. Dus de stap die wij op een gegeven moment hebben gezet is echt naar partners toe gaan werken. Nou, binnen de payments industrie heb je payment service providers, de partijen die jullie ook allemaal wel kennen, Molly, Adyen, Buckaroo, MSP, Pay. Je ziet ze vaak op je afschriften staan als je iets online betaald hebt. Dit zijn partners die overal natuurlijk geïntegreerd zijn met verschillende webwinkels. En wij hebben op een gegeven moment besloten ons distributiekanaal via die partners te gaan doen. Dus wat je dan gaat doen is marge weggeven. Want ja, je gaat hun ook een stukje van de taart geven. Ook weer een lastige keuze, want ja, je geeft gewoon je omzet weg. Maar op de lange termijn zorgt het wel ervoor dat je een stuk minder zelf hoeft te doen. En dat je een stuk harder kan schalen. Ja, wat voor ons een hele grote stap was op een gegeven moment. Principes, duivelse dilemma's.
waar je tegenaan loopt. Want ja, je hebt investeerders, je wil groeien, je wil groter worden, je wil een mooi product neerzetten. Vanuit je productorganisatie, met de mensen die heel erg op het product gericht zijn. Die willen dat moet mooier en dat kan niet live. Het moet allemaal echt perfect zijn voordat je live gaat. En tegelijkertijd heb je de afweging, ja, we moeten nu live, we moeten naar de markt, we moeten het momentum niet missen. We willen door, we willen groeien. Het zijn allemaal duivelse dilemma's. En wat bij ons nog eens heel specifiek meetelde is, wij willen het meest sociaal verantwoorde betaaloplossing zijn van Nederland. En dan moet je wel keuzes maken. In het begin zijn we heel hard gegroeid met producten zoals fashion, designerkleding, iPhones, refurbished Macs. Hele goede doelgroepen waar heel veel mensen heel in geïnteresseerd zijn. Totdat we tot de conclusie kwamen, dit zijn heel veel impulsaankopen. En dat sluit nou net niet aan met ons product. Want wij willen mensen een sustainable oplossing bieden, financiële vrijheid geven om net die uitgaven wat te kunnen spreiden. En niet stimuleren om een nieuwe iPhone 14 of toen de tijd 10 te kopen. Dus op een gegeven moment hebben we daarvoor beslissingen moeten nemen om daadwerkelijk die producten uit te sluiten. Echt keuzes te maken om je omzet met 20-30% te laten krimpen, terwijl je juist wil groeien, omdat het niet in lijn is met je missie. Dat is een makkelijke keuze om te zeggen. Ook als je er volledig achter staat, is het op het moment nog steeds een moeilijke keuze, want je moet wel geld verdienen. Dus dat zijn echt keuzes waar je op voorhand niet bedacht bent. Nou ja, waar wij heel erg doorheen gelopen zijn, is op een gegeven moment de groei van start-up naar scale-up. En ja, wanneer is dat momentum? Er zijn allerlei definities dat je een start-up bent of een scale-up. Maakt niet zo heel veel uit. Maar wij kwamen op een gegeven moment wel op het punt, wij gaan nu echt naar de volgende fase. Ik denk dat wij elke 3 maanden onze organisatiestructuur op een gegeven moment omgegooid hebben, gezocht hebben, hoe richten we dit in, wie stuurt wie aan, willen we op producten gericht, willen we op markten gericht, willen we front-end, back-end splitsen, hoe werken we met techniek samen, hoe werkt product met techniek, hoe werkt commercie, hoe doen we marketing, waar richten we ons op. Het is continu keuzes maken en proberen, totdat je het idee hebt van hé, dit blijft hangen. En waar wij ook echt keuzes in hebben moeten maken is build to scale. Je wil niet meer een oplossing voor nu. Je ziet dat je groter gaat worden, dat er echt potentie is, dat je tractie hebt. Dus we gaan nu ook dingen, oplossingen bouwen die kunnen blijven bestaan. Die klaar zijn voor over 2 jaar, waarmee we door kunnen groeien. Maar dat zorgt er wel voor dat je huidige product langer duurt voordat het af is. En dat wil je ook niet. Dus er zijn ook weer keuzes die je moet maken waar je heel erg echt tegenaan loopt. Ook al weet je dit, het klinkt allemaal als ik het nu vertel ook weer als open deuren. Maar op dat moment zit je zo in dat moment dat je echt niet denkt van oh ja, dat doen we even. Nee, dat is echt een hele bewuste keuze weer dat je ergens tegenaan loopt. Dat je denkt van oké, dit kan niet langer. En over het algemeen ben je te laat. Dus kies je er nog te laat voor, doe je toch nog een keer een release, maak je toch nog een keer dat product. Terwijl je eigenlijk al wist dat je hem al groter had moeten bouwen, dat je nou een nieuwe versie had moeten bouwen of op een andere manier moest integreren. En op een gegeven moment, als je dus die volwassenheid bereikt, dan opeens worden die keuzes logisch. In het begin ook met het team heb je het erover, heb je discussies, ja maar we willen dit en we willen zus. En op een gegeven moment gaat de hele organisatie mee. Dan merk je dat je als organisatie groeit naar de volgende fase. Ja, en dat is heel gaaf. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Dat is dat je naar de volgende stap gaat. En dat je echt voelt dat je een scaler begint te worden. Andere bijproducten daarvan is ook, je hebt mensen in dienst. Je hebt een team. Die hebben je gebracht waar je bent. Allemaal specialisten op specifieke punten. Maar ja, gaan de mensen je nog verder helpen om naar de volgende stap te komen? Want ja, de mensen die in het begin gestart zijn, die kunnen mee ontwikkelen of die kunnen achterblijven. Nou, gelukkig hebben we hele leuke voorbeelden van collega's die vanuit het begin klantenservice deden, de telefoon opnamen, mailtjes stuurden, brieven stuurden en uiteindelijk nu het hele product onder zich hebben. Dat zijn de leuke verhalen. Maar ja, helaas zijn er ook mensen geweest die heel veel voor ons betekend hebben, maar op een gegeven moment ja, niet mee kunnen in de volgende fase en echt de groei belemmeren. Ja, dat zijn ook lastige keuzes. Maar die moet je wel nemen, want als je ze niet neemt, dan komen ze zeker terug en belemmer je echt je eigen groei.
Ja, van scale-up naar Soonicorn. Klinkt wel heel stoer. Voor wie niet weet wat een Soonicorn is. Je hebt een unicorn, dat is een bedrijf met een waardering van 1 miljard. En een Soonicorn is dan een bedrijf wat bijna 1 miljard waard is. Nou zal ik niet zeggen dat wij dat al, dat we daar zijn, die status. Maar we zijn wel door internet verkozen in een of ander lijstje met Soonicorns. Dus dat is wel gaaf. Maar dit is maar een voorbeeld van wat er gebeurt. Dat op een gegeven moment komt er tractie, begint je product te lopen en gaat iedereen er wat van vinden. Nou zitten wij in een domein. Wij doen dan een gespreid betaalmethode, maar we worden vaak over in kam geschoren met BNPL, met de Klarna's en de Afterpay's. Ja, iedereen gaat wat van je vinden. De publieke opinie verschijnt. Opeens heb je te maken met de AFM. We vallen helemaal niet onder toezicht, maar die wil er ook wat van vinden. Opeens belt de minister die een gesprek met je wil, om te kijken van, hey, klopt jouw model nog wel? Wat zijn jullie aan het doen? En gelukkig pakt dat dan voor ons uit, op een goede manier. Want wij zijn, zoals we het zelf zeggen, graag het beste jongetje van de klas. Maar er is echt heel veel bemoeienis waar je van tevoren eigenlijk niet over nadenkt. Want ik val niet onder het toezicht, of zij hebben er niks mee te maken, of die website heb ik helemaal geen interview gegeven. En toch verschijnen er opeens interviews. Want iemand heeft een keer ergens iets gezegd, dat is door een ander gequote, die heeft het nog een keer gequote. En opeens blijkt dat je volgens internet een interview hebt gegeven. Ja, oké, nou ja, zolang het goed uitpakt is dat allemaal oké, laat je het gaan. Als er dan opeens dingen staan die totaal niet waar zijn, heb je dat ook weer te managen. Dus er gebeuren echt heel veel krachten waar je eigenlijk geen invloed op hebt. En waar je eigenlijk wel van tevoren niet weet wat je ermee aan moet. Nou ja, wij hebben zelf een hele mooie term van internet gevonden, dat heet adaptief leiderschap. Dat is de term die wij zelf hanteren voor het beleid dat we continu wat nieuws doen en continu wat een andere richting op gaan. Waarbij het team soms denkt van, wat zijn jullie in godsnaam aan het doen? Denken jullie überhaupt na over jullie keuzes? Maar de fase waarin wij nu zijn, zie je dat er continu in het hoofd, in ieder geval van het leiderschapsteam, 18 scenario's uitgewerkt worden. Van oké, als dit gebeurt dan dit, als dat gebeurt dan dat, als dit gebeurt dan dat. En dan op het moment dat één van die dingen materialiseert, ja, dan pak je daarop door. Maar dat kan ook net een andere route zijn dan eigenlijk waar je met de hele club naartoe onderweg was. En dat is ook lastig. Want probeer maar als je hele team mee te krijgen op route B, als het daarna nog route A was. En dat vergt echt wel veel tijd en aandacht. En ik denk, als ik nu wel voor mezelf spreek, dat hebben wij zeker in het begin echt te slecht gedaan. Dus we waren onwijs druk als leiderschapsteam van, oké, wat moeten we doen? Wat is de volgende stap? We moeten dit bouwen, moeten dat bouwen, moeten met die partners praten. Heel veel extern bezig geweest, heel veel met het product. Marketing, weinig aandacht gegeven, want ja, product. Sales weinig aandacht, want ja, we moeten eerst die grote deal daar sluiten. En ondertussen is het team maar gewoon keihard zijn best aan het doen. Maar ze worden wel een beetje vergeten. Op een gegeven moment voelen mensen zich een beetje alleen. En nou, gelukkig hebben we dat wel gemerkt. Op een bepaald moment, altijd natuurlijk te laat, want zo gaan die dingen. Maar het is wel een moment omdat je denkt, shit, ja, hier moeten we wat mee. En hier moeten we echt aandacht aan gaan geven. En dan hebben we nog, ja, wat elke start-up, scale-up tegenwoordig wil. Een van mijn vorige werkgevers zei ooit wel eens, weet je, winst maken is zo overrated. En burn rate is leuk. En als je genoeg geld hebt, is het prima. En als je een verhaal hebt, is het prima. Maar ja, zeker vorig jaar is opeens boom, het hele fintech-landschap omgeslagen. En opeens is elke investeerder alleen maar bezig met winst. En zorgen dat je minimaal nog een jaar vooruit kan. En hoe kan je je businessmodel omdraaien, zodat je zo snel mogelijk geld gaat verdienen? Nou, dat is ook weer iets waar je niet op bedacht bent. Want je hebt plannen gemaakt om over 4 jaar winstgevend te gaan worden. En opeens moet het nu. Nou ja, dan krijg je weer uitdaging. Oké, hoe gaan we dat omdraaien? Hoe kunnen we sneller volume maken? Nou, in ons geval hebben wij gelukkig de mooie propositie kunnen uitbrengen samen met de Rabobank in 3Business. Want het achteraf betalen binnen het B2B-landschap heeft nog een veel grotere potentie volgens de markt, dan de consumentenmarkt.
En daarmee zien wij nu echt tractie, zijn we volume aan het maken, grote namen aan het aansluiten. En dan helpt een grote naam zoals de Rabobank natuurlijk ook onwijs. Dus dat is heel fijn dat dat nu goed gaat. Maar het is wel heel veel proberen, uit onderhandelen, weer opnieuw proberen, falen, op je bek gaan. Die deals tot op het laatste moment helemaal goed lopen, laten ontploffen. Om dan weer door te gaan en je niet tegen te laten houden. Want ja, je hebt een missie, je wil verder. En dat zijn de dingen die ertoe doen. Dus als ik dat samenvat. Hè, waar wij nu staan, hebben we een aantal toekomstplannen. Leuk, we willen nog naar Duitsland. We hebben Indri Business, dat is ondertussen live. Wij willen naar een virtuele debitcard. Wij willen onze sociale verantwoordelijkheid nog sterker nemen. Dus we zijn echt bezig, oké, hoe kunnen wij ook zorgen dat we later naar incasso gaan, hoe wij mensen nog beter kunnen beoordelen, hoe we die engine sterker kunnen maken, hoe we de techniek kunnen verbeteren om het product beter te maken. Om het vervolgens ook in een white label variant uit te kunnen gaan brengen. Want dan kunnen we namelijk ook binnen Europa het gaan uitrollen. En misschien niet onder het merk Indri, maar wel ons product, onze propositie en ons gedachtegoed. En dat is uiteindelijk voor ons het grotere doel. Om die missie te behalen, om een sociaal verantwoordelijke manier te verzinnen, om mensen toch ietsje meer krediet te geven. Dat is een beetje onze reis die we hebben gemaakt. En ja, ik moest hem in 20 minuten doen, dus ik heb hem redelijk snel gedaan. Maar het zijn wel bepaalde typische valkuilen waar je doorheen gaat, die je eigenlijk kan verwachten, die nu misschien ook wel als open deuren klinken. Maar op dat moment dat je erin zit, toch weer een verrassing zijn. Dank jullie wel. Mooi, mooi verhaal. En inderdaad in 20 minuten. En ook wel leuk, vind ik wel hoopgevend ook voor alle mensen die hier bij startups en scale-ups werken, dat je zegt van, je weet dat die dingen gaan komen en toch gaat het gebeuren. Dus ja. Weet je, dit verhaal kun je 100 keer vertellen en nog steeds gaan die mensen hetzelfde ervaren. Vragen, zijn er vragen? Wacht even, geef ik even een microfoon. Hoi, wij vroegen elkaar net af, wat is nou eigenlijk je businessmodel? Het businessmodel is eigenlijk heel simpel. Wij rekenen een fee aan de winkel die ons aanbiedt. Dus daar krijgen wij 3-4% over de orderwaarde van. Daarmee betalen wij de merchant binnen 15 dagen uit. Om vervolgens de consument de gelegenheid te geven om in 30 en 60 dagen te betalen. De reden waarom een merchant dit dat zou doen, een webwinkel, is omdat ze een veel hogere gemiddelde orderwaarde hebben en een hogere conversie. Is dat duidelijk? Momentje. Ja, het is niet heel plat. Maar dit is wel waar het op neerkomt. Hallo, dank voor je presentatie. Ik heb even een vraagje. Heb je ook nagedacht, want ik zie dat je struggelt, dat je op een gegeven moment met je team alignment zit. Heb je wel eens nagedacht om dat via een bepaalde methodiek te doen, bijvoorbeeld OKR zoals Google het doet, of in die richting te denken? We hebben verschillende dingen geprobeerd. Ook dit is weer steeds iets nieuws. OKR's is wel iets wat we besproken hebben, maar waar we eigenlijk niet voor gekozen hebben. Ik hanteer wel op individueel niveau een methodiek die ik via TechLeap geleerd heb. Dat is een ander initiatief vanuit de overheid waar ik ook start-up coaching heb gekregen. Om veel meer te gaan kijken met je teams bijvoorbeeld. Van oké, wat zijn mijn doelen voor dit komende jaar? Wat betekent dit voor het team? En hoe vertaal ik dat naar de individu? Dus wat zijn dan je doelen voor de aankomende maand? En eigenlijk daar periodiek op terug te kijken. En veel minder van heb je je doelen behaald, maar wat heb je geleerd? En dat is heel veel in heel veel dingen de methodiek die wij gebruiken is, geef mensen de ruimte, geef mensen de kans om te falen en te proberen. Maar we hebben geen hele strakke methodiek ervoor geïmplementeerd. Oké. Als er geen vragen zijn, dan gaan we naar de volgende spreker. Dankjewel, Nick. Geef hem nog een geweldig applaus. Volgende spreker is Thijs Putman. Thijs is een nerd uit het tijdperk toen het nog niet hip was om een nerd te zijn. En ik heb het zelf niet verzonnen. Hij zei, omschrijf me zomaar, want dit is wat ik echt ben. Hij heeft in 15 jaar, zeg maar, studieportals als echt een start-up skill-up, ziet
doorgroeien zeg maar, naar een bedrijf met meer dan 200 medewerkers, wereldwijd actief. Echt een groot, ja, toch ook al een groot succes, denk ik, uit de regio. Dat is heel mooi. En ja, hier om zijn verhaal met ons te delen. Thijs, take it away. Geef hem een warm applaus. Dankjewel, Ralf. Ik doe de rest van mijn verhaal in het Engels, vind ik zelf iets prettiger. Voel je aan het eind van het verhaal vrij om gewoon de vraag in het Nederlands te stellen, dat is geen probleem. Because tonight I want to take you on a short personal history of Study Portal. So this is maybe as much as about me as it is about Study Portals itself. I'll try to share some anecdotes, some interesting stories, some lessons that I learned along the way. And also some of the very much compromising pictures that I promised other people to never put in presentations ever again. But before we get there quickly, what is Study Portals? We are an international study choice platform, plainly a search engine for higher education, bachelor and master programs. And our goal is to make international education transparent globally. What we aim to do is to make sure that there are no more bad choices, no more bad study choices due to a lack of information. And that sounds like a very small mission. Maybe it is, but we've already been working on it for 15 years, 17 years, and we are not there yet. We're currently doing that with about 200 people globally. 120 of them are here in Eindhoven in het Klokgebouw. That's our headquarters. And the rest is spread out through the world. And as I said, we've been doing it for about 17 years now. And in those years, we've had a lot of missions and a lot of visions, core beliefs, BHAGs. If you want some methodology, I think we've tried them all. I won't bore you with most of them tonight. I just wanted to put this one on the screen. It's not even the most current one or not even the most recent one, but it's the one that resonates the most with me. And it says that at Study Portals, we believe education without boundaries enriches lives and connects our world. And that's really the feeling, the belief that we had as founders when we started this a long time ago. And when I say a long time ago, it's actually quite a long time ago. Long time ago in a galaxy far, far away. Actually, this is 2002 in Ilmenau, Germany. And this is the first time that I went on an international study trip. I started studying here in Eindhoven in 2002, industrial engineering, technische bedrijfskunde at the TUE. And through some odd twist of fate, I found myself in Germany with a group of international students. I'm the one on the left side of the purple flag, holding the flag. And the guy next to me in the red coat, that is Edwin. He is my co-founder and currently still CEO of Study Portals. So I met him as a student on a student event. And yeah, well, that's where the story started. And we take it from there, 4 years into the future. And there's two things that really jump out from this picture. First one is that in 2002, everybody still had these analog, these little cameras, and you could make like a handful of pictures and that was it, and especially the party pictures were impossible to see what was going on. And then 4 years later, everybody had a digital camera, and you had to start to be really careful what you did at parties. So I can't imagine the children nowadays, what they are up against. And the second thing, of course, you see on this picture is that Edwin and I got a lot closer in 4 years. There's no terrible, no subtext there. But this is the founding of Study Portal, so more or less, because at that event, Edwin and our third founder, Magnus, they pulled me aside at some point and they asked me this question. Thijs, we are looking for someone who can build us a website. And, well, that is the question that, let's say it, that changed my life. In hindsight, they told me they were actually not looking at me, but they were looking, I was a nerd, I did a lot of websites, and they were looking, maybe Thijs has someone in his network who can help us build a website. I knew these two guys, and when they asked me that question, I don't think I thought very long, and I told them, yeah, sure, I know someone, that's me. And the rest is history. So this is the three of us a little bit later. You've seen Edwin and myself already. Magnus is the very big Swedish guy in the background. And we started building a website. Initially in my free time, in our free time in Edwin's spare bedroom. And this started to work, and about 1.5 years later, this is, yeah, it says 2009, but the process started in 2008. We got to the point
where we realized, okay, this is really working, something is happening here. If we really want to make this work, we need to get some more money. We had put in a little bit of our own money, but we decided we need a bit more money and we need to really turn this into a company. So this is the original finance plan that we wrote. And I hope that people don't write these documents nowadays anymore, that you do that in a smarter way, but that's how you got money 14 years ago, and money we got. One thing that I want to highlight from this from the finance plan is the visitor graph. That's quite funny. So we started in April 2007 with zero, and about 2 years later, April 2009, we were at 250,000 visitors a month, and from there it went up. And if I say up, I really mean up. Nowadays, the absolute number of visitors is not really the main thing that we steer towards anymore. Because at some point you start to wonder how many international students can there be. So we're capturing a lot of irrelevant traffic on the site. But it does say something about the growth. And it says something about, in hindsight, where we realized, okay, so we had the right idea at the right time. And we capitalized on it. So what do you do then? You have some money and you want to build a business. Well, you need an office. So we went to Stripe S, which at that time was not what it is nowadays. It was basically an empty Philips lot. Philips had left, but they did not tell the security that they left. So for the first 1.5 years, I had a Philips employee badge, and my bag was inspected when I went in, and my bag was inspected when I went out to make sure that I didn't steal any corporate secrets. But that's where we ran our company. There's actually a picture from the Cursor, the TUE Eindhoven University newspaper. And this is, of course, only what it looked like in the newspaper pictures. This is not what it looked like in reality. In reality, it was a big mess. But that's also what was cool about it. And there are a lot of stories about those years. And those stories I'm not going to tell tonight. You will find me at the bar later, and please feel free to approach me. I can tell you all the terrible stories there. But for the sake of time, I'm going to make a little bit of a jump in history. And we go from 2008, 2009 to 2016, where the office was literally full. We were stacking desks on top of each other, considering sort of a hot seat policy with two shifts to make sure that we could still house everyone. And at that point, we realized, okay, we need a bigger office. And that's what we found in het Klokgebouw, one of the earlier buildings on Stripe, which the top floor became empty. And we got the opportunity to completely strip it down and completely build our own Google-esque office there. And in parallel with that, another probably even more important thing happened. At that time, we'd already been running a business for about 8-9 years. Quite successfully, we initially got an investment round. And actually, after that, we financed our own growth. And we've been profitable. Let's say, except the first 2 years of operating the business, we've been profitable. We've always reinvested the profits in the business. That was cool. That was nice. At that time, the three founders, we sort of looked each other in the eye and said, there's now two things that we can do. We can basically keep doing this for the next 10 to 20 years. That's going to be cool. That's going to be nice. But honestly, maybe we should realize now that we're also at the moment confronted with a unique opportunity. Because to build a startup, to build a company from nothing to something that's quite big and successful, that's quite unique. But then to say, okay, let's try to make this really big, that's an opportunity you don't get often. I personally think I will not get that opportunity again in my lifetime. So at that time we said, let's do this. And this is a literal quote from Edwin, my co-founder. And we sort of went, go big or go broke. And we decided to do a big investment round, a Series A of $5 million, to really build out the business. And what is interesting here, of course, is that we went from a finance plan, like a very thick, boring document, to a slide deck. Apparently, with a nice slide deck, you can get a lot more money than with a boring document. And we compared ourselves, of course, to Spotify, to Booking.com, and we had the biggest pie on the right side of the slide. Up until that time, Study Portals was a relatively classical online advertising business. So we sold impressions and referrals and leads to universities of interested students. So in our case, the students never pay, the university always pays.
And at that time we decided that that is an interesting model, but what is a much more interesting model is to actually be paid for the students that actually arrive on campus. So to go for a cost per acquisition model where we don't get paid for promoting a program, but we actually get paid for the end result of what we do, the students arriving on campus. And in order to realize that, we thought we needed a lot of money because we needed a much bigger product. We needed a product that had a lot much more sticky and much longer relevant. And that's what we set out to build. Well, the founders still look very nice, and I think we managed to stick together up until that point. But still, at the moment, after 17 years, we still have a very good relationship with the three of us, and I think that is quite unique. And what we started doing, we started working, and I've been going through my archive to find a picture to describe that very well. And I think this is the picture for me that summarizes this the best. This is simply just a regular day in the office with the engineers hard at work. There's post-its everywhere, there's crap everywhere, whiteboards. It's an organized chaos. And that's quite interesting because when people visited our old office, they always used to remark about how nicely studenticoos it was. Bit messy, bit shabby, bit chaotic. And I never really thought much of that, but at some point when we got our new office, when we got this big investment, we all sort of decided, okay, hey, let's make this into a professional company. Let's get rid of all the crap. Let's get rid of all this nonsense. I just want clean desks, no mess, no shit. We are like now a proper company. So that's what we did. But that's not what you see on this picture. So what happened? Well, after a couple of days, the first people started to come to me and they started to say, Thijs, if you keep doing this much longer, it will be the end of study portals. And what at that point became clear to me, and I think that's also my main lesson for tonight, summarized by somebody else, not by me, but culture eats strategy for breakfast. We had built, also based on who we were, this culture, bit chaotic, bit disorganized, nice and friendly, and we were tearing it down very rapidly. So at that point, I, well, let's say, quickly learned that lesson, embraced it, and decided to go all in. So, this box arrived in the office. And for those, I hope everybody can read it, but it says opened by Dutch Customs. And it is sort of a cubic meter box, a meter by a meter by a meter. And the box was completely full of this. Nerf gun bullets, these little foam darts that you shoot from these plastic toy guns. And I guess Dutch Customs opened the box and they looked at it and they were like, nah, fuck this. Taped it back up and sent it to us. I didn't pay any taxes or anything over it. It just arrived in the office. Because I had seen, I think it was at the Fontys, one of the innovation spaces of the Fontys, I'd seen this little bowl of Nerf gun bullets lying around in a little gun, and I thought, that's cool, but we can definitely do this better. So we went to Oorschot, to the army base, and we got some empty ammunition boxes, filled the empty ammunition boxes with Nerf gun bullets, spread them around the office. And on this picture, there's one other thing that I want to point out. There's somebody without shoes on this picture. And this is, as far as I'm concerned, the biggest compliment that you can get as a company. If your employees, your colleagues, are this comfortable that they take off their shoes, then I think you've managed to set the culture right. So we got the bullets in there. I gave everybody a Nerf gun. And then I don't really know what happened. Except that for the next couple of weeks, there was less work and more chaos. And basically every half hour, every 45 minutes, a Nerf battle would ensue and craziness. And yeah, we got all the developers together with the Nerf guns. On the one day a year that they wear suits, there's something that's called International Suit Up Day. It's somewhere in September, I think. And of course, this is a bit of a silly story, but what this did is it enforced a culture. It created something that we already had, and by doing this, I made clear to everybody, this is actually who we are, this is who we want to be, and this is how I want things to be. And what that
did for everyone, I still think that's amazing. It created a sort of a freedom in everybody's mind, the power to act, the power to do things on your own. Hey, you have all the statements from Mark Zuckerberg, fail early, fail often, go fast, break things. It's all easy to shout that around in the office, but it's very difficult to get people to do that because everybody's afraid to fuck up. And then apparently if, as the boss, as the founder, you start to do that yourself, well, everybody else just follows. And that's amazing. And it's very difficult to explain this in pictures because it's not just visual. It's culture, it's mindset, it's what people start to do. But this is stuff that started to happen. So it was a very difficult recruitment market. And people just came up with crazy recruitment ideas, printed T-shirts, and just went out and about and found people for us. The toilet says ideas can happen in the most unlikely places. And due to some interesting coincidence, our handicap toilet has a very nice view of Strijp T. And on the door of the handicap toilet, it says, "The only disability in life is a bad view. Or is a bad attitude, enjoy the view." This kind of stuff, nobody organized it. And the management team didn't ask for nice quotes on the door. Somebody just put them up on the door. The Space Invaders on the window. Somebody came to the office in a big inflatable dino suit and just ran around for a day. We had drone races through the office. It's a very big, high building, so that is quite cool. And it just kept going. And of course, it's not only fun, it's also work. So this is contingent on the fact, of course, that stuff needs to happen, results need to be booked, output needs to be delivered. So that is what was there as well. But for me, it felt much more natural than in some, let's say, it's a bit impolitely big corporate setting, but there were also things that crazy things that I did that actually worked out very well where it comes to improving performance. So on the left here you see, it's not the best picture I have, it's actually the only picture I have, but it's not the best picture possible. You see the Epic Failure Award. When you do software, when you build software, stuff breaks. That's sort of a fact of life that is unavoidable. And then at other companies, when something breaks, they do a post-mortem, the same thing that you do when somebody dies, or you have an after-action report, which is the same thing you do in the military after you kill people. What we did is we had a quarterly Epic Failure Award. When any of my engineers messed up, they came to me and they got the application form for the award, and the application form asked what went wrong, what was the impact, how did you solve it, what will you do to prevent it next time. And then they came and gave it to me. And then every quarter I compiled the applicants. And we had a voting, basically by applause. The biggest failure was voted as the Epic Failure of the quarter, and the name was engraved on the disc. And we have a disc in the office that still goes on to this day. And the one on the right is perhaps even easier. It's a bar stool that I stole from one of the meeting rooms that has a little gong on it. And when you do software, you do Agile, you do Scrum. And one of the things there is that you need to do sprints, and you need to do commitments, you need to make your commitments. And as management, you need to measure all this. We have burn down charts, you need to make sure that people work hard, and we need to be in control, and all this kind of stuff. And everybody just like annoyed by all this stuff. So what I did, I put up this gong, and I told everyone, okay, if you reach your sprint commitment, you can come in and you sound the gong with your entire team. And then all of a sudden, everybody just literally came to me and sounded the gong. And yeah, sprints were much better after that. And these are just some simple examples from a long list of examples of how, yeah, we did stuff maybe a little bit differently, but still quite effectively and fully in line with our culture. And I am an engineer, software engineer by trade, so I do have to say something about Agile. We started with Agile in about, I think, 2014, after Spotify released a set of lectures on engineering culture at Spotify. They had some problems, they solved some problems that we had at that time as well. So I was like, hey, this is a thing. And we spent quite some time and effort implementing this in study portals, and right now it runs quite well. But
I nowadays see quite a lot of smaller companies and a lot of startups doing not so much Agile but Scrum and trying to force this quite difficult, quite overhead heavy principle into an organization where it does not yet or does not function. So that's why I always pull up the fragile slide. Be careful with this. I counted back a little bit. We did our first 10 million euro revenue without Agile, without effectively knowing what we were doing software-wise. We were just writing code and building a website. So let that maybe be a bit of a lesson. Don't over-organize things too soon. Well, and that brings me to August 2019. In the Efteling, we went on a summer event every year. We took the entire team or a large part of the team somewhere. And in 2019, we went to the Efteling. And this is sort of the biggest team picture that I have. And then as founder, you have to really work on always maneuvering yourself in the middle of the picture. Just point that out. Just pay attention a couple slides down the road to the next picture that I have. August 2019. And then the music stopped. And it wasn't COVID in our case. It was something else. We, as I said, we changed our business model. We went from classical online advertising to cost per acquisition. And we learned something very important, or at least I learned something very important about cash flow projections, liquidity. Never really thought about that because we effectively run a profitable business from day one. What happens when you change your business model from a model where you are pre-financed by your clients ahead of delivering value to a model where you pre-finance your clients for value that you will deliver 2-3 years down the road? Well, you have a 2-3 year gap in revenue. And that's what we ran into hard at the end of 2019. There was plenty of runway still, but the runway was running out and we had to make some very hard decisions and effectively scaled down the organization from about 220 people to about 130 people. And especially on the engineering side, so I had built up an engineering team of about 45 people and more than half were let go. That was, let's say, it's a painful lesson, it's an expensive lesson, but of course also a valuable lesson. And the good thing is here, and I don't think that goes for everyone, but COVID was really good for us. Going and studying abroad is a very big decision, and we expected a lot of people to not study abroad during COVID, but it turned out that most people still went. So the student volume stayed high. And next to that, we've already been spending 10, 12 years telling universities that you need to promote online, you need to do online. If you want to recruit international students, you can't go to some student fair. Well, during COVID, there were no more students' fair, so all of a sudden, everybody was knocking at our door, hey, we have some budget to spend. So we came out quite well on the opposite side of COVID, and this is the picture from 2022, which is approximately the same group of people, but it's a different group of people because a lot of people left and new people came in. And we are flying high again. Well, I showed quickly a picture of the visitor numbers. So those are not the leading indicators of our success anymore, or we don't really think those are the leading indicators of our success anymore. What we look at nowadays is this number, dreams realized, or a little bit more down to earth, confirmed international enrollments. The number of students of which we know for certain that after a visit to our website, they ended up at the university that they looked at on our website. So it's not just they came to our website, they went to study somewhere. They came to our website, ended up at the university that they investigated on our website. And in 2022, that was about 204,000 people. And that's what we nowadays steer on. That was my story. And I want to end with, I really like this picture. And I can imagine that you're all thinking, this is a really stupid picture. This is one of the things where I really found the creativity in all the people around me. We had an office in the Klokgebouw, which is an old building. It's a very drafty building, and there was a lot of cold air going around, and people were annoyed by that. And instead of coming to complain to me, or just swallowing down the complaints, or doing some passive-aggressive stuff, at some point I came back from the toilet and I found this post to the door. And if you read it out loud, you say, "Shut the door. Shut the door, please."
So that's it. Thank you. Dankjewel, Thijs. Super, super verhaal. Zijn er vragen? Voor Thijs, helemaal achterin. Loop, ik kom naar je toe. Wil je in het Nederlands of in het Engels? Mag allebei, geen voorkeur. Oké. Volgens mij zijn jullie de meest grootste, maar minst bekende start-up van Nederland. Dat zou heel goed kunnen. Hoe is dat een bewuste keus? Dat jullie zo ontzettend onder radar zijn gebleven al die tijd? Ik denk dat het een beetje komt omdat we eigenlijk vanaf dag 1 af aan ervoor hebben gekozen om wereldwijd te opereren. Dus onze... We zitten in Nederland, we zitten in Eindhoven, maar onze focus is bewust heel internationaal. Dus als je in het internationale universiteitswezen gaat kijken, dan zijn we een absoluut bekende naam. Maar ja, er is voor ons op dit moment niet zo heel veel toegevoegde waarde om in Nederland een bekende speler te zijn. Denk ik. Duidelijk. Oké, dankjewel. Nog meer vragen? Klein, wat betekent 1407 onder Steenpotters? Ja, oh, ik vind het een hele mooie vraag. Toen wij die hoodie de eerste keer lieten maken, toen wilden we graag een universiteitshoodie laten maken. Hè, zoals een klassieke universiteitshoodie. En een klassieke universiteitshoodie heeft een jaartal. En dat moet in ons geval moest het wel een laag, het moet dus een oud, belangrijk laag jaartal zijn. Dus ik ben toen de database ingedoken en ik heb opgevogeld hoeveel universiteiten staan er in onze database. 1407. Er staat een klein sterretje naast. Nou was het idee om op mijn rug dat sterretje te printen en dan de disclaimer erbij te zetten van waar dat getal vandaan kwam. Maar toen wij vervolgens naar de printer gingen, was het echt heel duur om die hoodie aan beide kanten te laten bedrukken. Dus ja, hebben we die disclaimer maar gelaten. En de grap is nou, deze hoodie is al een jaar of 5, 6 oud, denk ik. De meest recente editie van deze hoodie. Daar is het sterretje afgevallen. Heeft dus onze huidige designer, men weet dit niet meer. Dit stukje institutional knowledge is verloren gegaan. Zo bij deze staat hij op beeld. Weten we dat voor de rest van de tijd. Wat mooi. Ik vind het ook echt geweldig om te zien zeg maar, hoeveel anekdotes je opbouwt in zo'n tijd. En dat, hoe je dat aan elkaar kunt rijden. Is natuurlijk echt een heel mooi verhaal. Dankjewel. Dank je. Ja, en dan gaan we naar het derde onderdeel. Wat ik al zei, speciaal onderdeel. We beginnen zo met het verhaal van Bart van Gevenhof. Bart is ondersteunt eigenlijk studenten van de TU Eindhoven die een eigen start-up willen beginnen. En dat zijn er heel veel. Vaak is dat eigenlijk gebaseerd op challenge-based learning. Hè? Dus er worden gewoon vanuit bijvoorbeeld bedrijfsleven uitdagingen neergelegd. Groepen studenten gaan ermee aan de slag. En soms komt daar een business uitrollen. Daar hebben we dadelijk ook voorbeelden van. Nou weet ik niet zeker of je nu op dit moment 20 plus startups begeleidt of over het algemeen. Nu, hè? Ja, pre-startups heet het dan. Dus 20 pre-startups die nu door Bart worden begeleid in hun eerste stappen naar hopelijk startup toe. Dus Bart gaat de introductie doen en daarna krijgen we dus inderdaad de drie pitches waar jullie ook je eigen oordeel over mogen gaan vormen. En het is niet echt een wedstrijd, het is echt meer voor de lol en de leuk. Dus je moet het wel leuk houden, toch? Bart. Okay. I will also talk in English. And the reason for that is that one of my students, she talks English and not Dutch. And I don't like to talk about people when they can't understand what I'm saying about them. So let's see. This is me. I think you get the slides afterwards. These are the two organizations on campus where I work for and my contact details. I'll explain in my last slide why the contact details are there, but we will get there. I have 5 things I want to convey to you and tell you about how we as University of Technology in Eindhoven support student entrepreneurship. And I will try to do this as quick as possible because it's my job to facilitate student startups. And the faster I get the story done, the more time they have to answer your questions. So the first thing is we believe in educating the engineers of the future. And this engineer is still a really good engineer. But the engineer is also going to work in a changing environment. This engineer isn't going to work at Philips NetLab for 40 years.
steady job, same place where you go. They're going to work in interdisciplinary teams, fast changing, iterative cycles of technology, and they need to be equipped for this. And they're going to be involved in technology in the really early stages, but also in the go-to-market stages. So they have to have entrepreneurial skills to convince people, to gather gather resources, and to deal with uncertainty. And they're going to be working in a world that is rapidly changing. Climate change, disputes on the continent, this is going to be the world in where they are going to have their first jobs, but possibly also careers. So, and why we need them? Barack Obama said it when launching the SDGs. We need young people who master these technologies and have the possibility to change the way we work, the way we get energy, the way we educate, and the way we spread our welfare. So that's the reason why we do it. And we do this by challenge-based learning, because we figured that you cannot keep students locked up in a lecture room for 4 years and afterwards go into the world and expect to have all these skills, these entrepreneurial skills. So you have to start really early. And the same goes for technology. You cannot go into a lab or into a workshop, work on your technology for 4 years without any outside intervention, and then expect that the technologies will be ready to use and ready to change the world around you. So what we do is we use challenge-based learning, which means we work on real-life challenges, real-life challenge owners, businesses, and these students will work in courses where they will work not only with only computer science students, not only with only industrial design students, but to work in multidisciplinary teams on real-world challenges to serve real, figure out real-world solutions. And the most extreme version of this challenge-based learning are our student teams. When I started at the TUE, working at the TUE, the first thing I noticed is that everybody in my environment said one thing. Oh, you're going to be working with the solar team. Well, we actually have 44 of those kind of teams. And these teams, these student teams, they did something really special. Instead of us providing them with a challenge, they provide themselves with a challenge. Let's build a sustainable car within a year. Let's take technology like AI and turn it into something good. And what they leverage is kind of the organization of a study association where they can recruit students amongst their colleagues, work with teams, and take risks on developing these technologies that otherwise companies don't do yet. And they leverage the fact that they all do that extracurricularly, but for free. So some of these teams, I have like 70 students working for them. Some of these teams compete in worldwide races or worldwide competitions. But for example, we also have teams working on multi-year technology roadmaps to store energy in iron pellets. And from these teams, not only the crazy and innovative ideas come, but also students get like experience how it is to run a team, to take risks, to bond with partners in practice. And this is a really good incubation chamber for startups. And once you look at what we right now do and how that looks like, we have thousands of students every year who take a course in challenge-based learning. Hundreds of them, 700, engage in these student teams. And from those, every year, dozens start their own business. And some of them become like really, truly impactful startups. And with impact, we, of course, know the big ones. For example, Lightyear, who's going to little bit of a rough patch right now, but when you look at, for example, Stripe S, there are dozens of these companies that originated from the TUE, and I think even before challenge-based learning, we just heard Thijs, the TUE was able to foster and bring up those kind of startups. And we continue this tradition. And when doing this, we basically focus on doing that by providing them with a method that's called looking to the head, the hands, the heart, and the home. Because when we look at students, we want them to do the following things once they try to become involved in entrepreneurship. First, we want them to
build entrepreneurship as a lifelong skill, not just once. We don't give them just a recipe like these 10 steps, but we really try to help them master the skill of entrepreneurship for use in their whole career. The second thing is, it's not theory, it's not, you have to do it. So we encourage them to go out, really do it, and of course, what we preach at the university, to build, test, and learn, and not just to only design, but really go and test it and learn from it, is helping us there. The other thing is, we want to make it fun. And I think, well, Ty's example also shows why the heart is so important. Of course, you want to show why it's fun, why there's so much energy in exploring technologies and imagining how you can change the world, and this is something we want to help. And the other thing is, we want to provide a home and a safe environment for students to take these risks, but also to come back if it becomes too much, if they don't know what's happening, and to have a community of peers where they can ask for advice. So, for example, one of the things where we see this working, this home, is when those communities of students go out into the world and still exist. There's a group of old TUE alumni that now together rent a skybox at PSV. Well, that's meaning they found a home, they found a community when becoming involved in entrepreneurship at our campus. So how do we support them? Basically by providing all these things, coaching, mentors, IP advice, access to funding, office space, startup readiness programs, all these kind of things are things we offer. And one of the main things and one of the main advantages of us offering this is that we don't do this alone. We don't do this as TUE alone, we do this with our partners, and it takes a village, well, as it says here, a Brainport, to incubate a student startup. And this is where I said, you can contact me always, because we do this with partners, partner organizations, sponsors that, for example, make possible the TUE contest, where students compete for the best ID. But these student teams are also looking for collaborators on, for example, use cases for the technology, and those kind of things, future customers. And we have a big network of entrepreneurs in residence, who are successful entrepreneurs, but also of what we call gurus. And gurus are professionals who don't only have to be experienced in startups, but also, for example, when you have experience in digital marketing. Teams and startups often struggle with these kind of skills, and they're always looking for mentors, coaches on all kinds of skills, from HRM to digital marketing to finance, to help guide them. And it's my 40-hour a week job, but I cannot say enough how fun it is to help young talent and guide them. So if you're interested in doing that, please contact me. We'll be glad to make use of your expertise, knowledge, and network. So now, something going on, but I want to tell something to the jury, because as I said, we incubate them for a pretty long time, from student team to really impactful startup. And we selected three teams who are incomparable in size. One of them is a real student team. One is just starting this semester in telling people about his ID. And the other one is already having customers. So it's basically apples and oranges. My question to you is, like, don't look at the maturity for now, but look at the ID, the impact and the passion, and judge them on that. And don't only help the winners, but with the drinks, please contact them and see how you can help all of them. Great. Thank you, Bart, and a really good addition. I'm not going to switch back to Dutch. So we're going to do these three pitches. We have a very small Dragon's Den, which is Mark here and Charlie. Mark is an investor. He also has his own two startups at this moment that he is involved in. Former founder of Greenhouse. Yeah, I'm going to click. Yeah, because I don't know which slide. Here's the Dragon's Den. Here are the jury members. There you go. So now I don't have to explain who Charlie is, because you can already read it, right? Charlie, Managing Director of Megawatt Advertising.
and digital. So they are going to be the jury. What's their role? What's their role going to be? So we are going to hear the three pitches, and they have the opportunity to ask a question. Why not you? Because we're limited in time. So we have them asking the questions, but you can still do the jurying. So that's the trade-off that we came up with. Right? Are you ready? Are you excited? Okay, there we go. So first one up is Stig Wesseling. Stig, come forward. He likes sailing, kiting, composing his own music. And from his younger youth, he was really involved in building tree houses. And this building component is now coming back in his ID, which he is going to share with you. So, Stig, here's your mic. Now, thank you. Go ahead and blow them away. Okay. Hello, everyone. Okay, I think I'm going to do this in English as well. My slides are in Dutch, but it's going to be fine. This is where I come from. Wait, I do have a clicker button. You also have to do the clicking. But this is who I am. This is where I come from. I studied architecture for like 3 years here at the TUE. And in this time, you only do projects. You do projects designed for people. So that's where my sort of mission statement came from, which I designed especially for this slide. Your life easier. And this is actually which has guided me throughout my entire life as a student here at the TUE. This is where I studied for like almost my entire life. This is the project floor in Vertigo, floor 4, and you sit here with sweat, blood, and tears your entire days. You start at 9, sometimes you're finished early at 6, but sometimes it takes a little bit longer and you get kicked out by the security at 3 a.m. in the morning, but that's the fun in it. You can see how much you can do. You build a lot of projects over there. I started with large projects from this, but eventually you move down to the human scale, and the human scale is really important in architecture. And from this human skill, I learned to design for people. And eventually, I shifted a little bit away from architecture because I liked a lot more other things and became involved in some other programs. I did some other courses from other faculties because that's actually quite easy with the university. Because the university really takes pride in its valorization. And valorization actually means using your knowledge as a knowledge institute and giving it back to the Brainport region. And that's where the university is quite good at. So I did some other courses, started in innovation space, did some entrepreneurial courses, and from that moved on into sort of my own idea. I created an idea, and I didn't really know where to fit it in. It wasn't fitted in a course, didn't really fit in the TUE context. So then I came in contact with Bart from the gate. And so we started to move a little bit forward in like the process. So that's where I'm right now. My idea, AISA. It's an intelligent search assistant. And so my sort of goal changed a little bit. It's not your life anymore that's easier. It's your data that's going to be easier. And I'm going to explain this in a little bit with a case of a company called Cowan & Cooper. I think this is the most easy part. Cowan & Cooper is a building construction company which does a lot of project management within the built environment. So that's my link to the architecture part again. They do a lot of project management, and within those project management, they have tenders. Because before you get a project, you have to win it. And these tenders are a very long, tedious process, which takes quite a lot of time. You might know Cowan & Cooper from projects like the Noord-Zuid line in Amsterdam, or the Entree. This is the redevelopment of the entire process before the Central Station. I'm going to move back a little bit. But this company takes these tenders, and this is actually a very, very, very large process. A small example for this process is not actually that small. They take a new project. They get the design requirements from Rijkswaterstaat. And this is actually a design brief based out of only PDFs and maybe some Excels on a hard disk of 1 terabyte. They have to get through this information somehow. Currently, they do this with a very large team. They work 10 months back to back with 60 people in a team. Now, that comes around to 2 to 3 million for them, and they haven't won yet. And what actually is the biggest problem for them right now is that all this information, all these design requirements, they are not refurbished. They have done this a lot of time in the past, but there's not really a good system in place to get it
back to their new design requirements. So, like Mickey, one of the guys working at Cowan & Cooper, told me, it's very sad to eventually have to reinvent the wheel again. So, that's where my tool comes in. I chose the built environment because it's a little bit of my passion, but it's also a very impactful market, and I think there's a lot of potential there. The construction environment is very conservative, but they also know that they need to change. And that's where I come in a little bit. So, my solution, it is a real smart data system. Sounds a little bit fake, but I can explain it in a little bit. The consultant, Mickey in this example, is, with my new solution, going to sit in front of a computer and going to talk to it. They're not going to talk via email or via Teams meetings with their experts on the fields. This takes way too much time and money, by the way. But they're going to talk to their information, their history, actually. They can maneuver through the files and stuff. And eventually, there are three main benefits to what my tool has to deliver. Benefit number one is the information. The information is very clearly and structurally provided by everyone, by the system, and it's traceable. So when you have, for example, a new highway that you have to build, Rijkswaterstaat asks for a few different requirements. It's always already been done in the past, but you just can't access it. This one traces it back all the way to like every product that you have done, and it traces it back with sources, so you know where to find it and if it's reliable. The second one is completely private. Building construction companies in the tender process, they struggle with privacy because it is still a competition. They don't want their competitors to find out what they are actually doing. So it's very important for them. And the third point is that the process has to keep on learning. At the beginning of the tender process, you know not so much, and at the end, you know a lot more. So it's nice if your tool grows with you as well. So eventually, you get a tool which provides a very interesting system, which makes your data way more easy to understand. Thank you very much. Thank you, Stig. Well done. Well, dragons, what do you think? I have a question. Okay, go ahead. What is your revenue model? It's going to be subscription-based. As Bart already said, I'm very early stage, but I'm currently thinking about doing subscription-based. I think those companies, they do have a lot of upside to this product. So I think I can ask a monthly subscription-based. It would be amazing. Yeah? Yeah, you're one burning question. Well, go ahead. Just two. So okay. Just wondering. Now you're early stage. So what is your dream in like 3 years from now? Where would you be at? And what would be your biggest challenge to get there? I think right now my biggest challenge is to attract customers. I'm already in talks with a few companies, and one company is willing to do the trial phase. Yep. In 3 years, I would have loved to completely dominate the built environment market. However, there are lots of more markets which are interested in this as well. This is just my starting point, so I hope I get like a big step up and dominate even more. Thanks. Thanks, Stig. Thank you. All right. Let me see. We're going to go to the next one, yeah? But do I have to click, Tim? Because the next slide is a bit of a strange slide. Yeah, I thought so. Sorry for this. So here's the jury. There we go. So we go to pitch number three, who's Neil. Come and join us. Neil works at, give her applause. Here's your mic. She works at Serpentine, and she helps people to discover AI through competition-based learning, right? And also build their own AI projects. So the floor is yours. Take it away. Hello. Good luck. Good evening. My name is Neil Dinch, and today I will be presenting you Serpentine. But before we start, I want to ask you a small question. Could you please raise your hand if you have ever used any AI tools or at least heard of ChatGPT?
Well, I would be quite surprised if you haven't raised your hand or even a little bit concerned, because it's quite impressive how AI is becoming a part of our daily lives. It's helping us write our emails, even organize our trips, or write our code. Well, here's where Serpentine comes in. At Serpentine, we are a student team as well as an association that focuses on artificial intelligence. Our goal is to contribute to this ever-developing field by developing our own projects and sharing our knowledge with others. To do this, we connect engineers, students, industries, and researchers all together to collaborate and create an environment where anyone can learn about AI. So, who are we? Well, we are a group of volunteer students from TUE who are all passionate about AI. And we also have alumni who are experts in their field and are always willing to help us with our journey to pursue our passion in artificial intelligence. But what is our goal and what is our mission? Well, this can be summarized in four simple words: discover, develop, compete, and contribute. To start with discover, we believe that we can discover AI by creating an environment where anyone can start learning about AI. Personally, I'm a second-year bachelor's electrical engineering student who had no prior experience in AI before joining Serpentine. But through Serpentine, I used their trainings in our own wiki page, I joined our workshops that were organized with our sponsors, and I was quickly able to learn AI, starting from linear regression, simple things, to neural networks, reinforcement learning. Well, this brings us to our next cornerstone in our mission, developing. We believe that in order to develop your skills in AI, you need to practice them. You need to put them in practice and learn. So that's why we create an environment where anyone can build their own algorithms and demos to build those skills that are needed. And then they can compete. We believe that competing is a great environment where anyone can challenge themselves and share their ideas with others. For example, in November, we participated in Europe's leading hackathon in Finland called Junction, and one of our team members were able to share their ideas with over 1,300 people. But last but not least, and perhaps most importantly, we contribute back to the field of AI. We build our own projects and share our ideas as open source so that others can get insight into it and build upon them. And this brings us to our current project, Mindling AI. Well, Mindling AI focuses on bringing computer interface with integration of AI. What this means and what is our goal is to create an AI system where we can use our brain signals to help disabled people control a body part with their only thoughts, so kind of like mind control. We want to control a physical system like a prosthetic arm with the brain signals we read. Well, to do this, we started by controlling a game where there's restricted movement of only left and right. And through the signals we read, we're able to control this. But we want to build on this by allowing other movements like up and down or rotational movement, and then move on to a actual physical system. And although we are in the quite beginning stages of our project, we believe that there's a lot of potential to help people in rehabilitation or even gaming or communication. So we are looking for people to support us in our journey and guide us with their knowledge. So if you're interested in us or in our projects and interested in supporting us, please feel free to check our website or email us or even contact me throughout the day today. Thank you. Thank you, Neil. And very, very good within the time frame. So compliments on that. Thank you. You talk really fast. But that's nice. That's nice. A bit of nervousness. No, it shouldn't be. It was really good. Sorry. You first, Mark? Yeah. What is your biggest, how do you call it, challenge at the moment, and how are you dealing with it? Well, I think one of the biggest challenges is that we are a group of volunteers and students, so we have other stuff going on while we are working on this. So time and management is quite a challenge, but we've been getting better on it, and since everyone is very passionate about what we are doing, it has been improving. But time management, I would say. In the project itself? Yeah, because although we are very interested, time could be an issue when we are all students and trying to match our schedules. Maybe to solve that, let's say you would get like 1 million, so 500k from each of us. What would be the first thing that you would do to get this project accelerated? Yes. So is this a real offer? Well,
Oh, well. It's a real offer. Now answer the question. Oh, pressure on me. Well, right now we are, of course, working with a limited budget. So the technology we are using for example, EEG is also limited. But by allowing us to have, we can also move on to physical systems easier and build our own physical systems better. Because now we are more focused on the digital AI part, but perhaps it will allow us to also move on to physical parts as well. Thank you, Neil. Thank you very much. And then we're on to the last pitch, which is Maurits Overmans. And Maurits is already a bit further in his journey. He was in the top 50 of talents under 35 of the Financial Dagblad. What's Dagblad in English? And he's going to talk here a bit about his company, Aristotle Tech, right? Give him an applause as well. So don't forget a warm welcome. Ik ga het wel gewoon in het Nederlands doen, voor jullie. Mijn naam is Maurits Overmans. Ik ben medeoprichter en directeur van Aristotle Cognitive Technologies. En wij helpen zowel sportorganisaties, fysiopraktijken en onderwijsorganisaties om te zorgen dat mensen beter worden in het vertalen van observaties in hun omgeving, dat verwerken en ook toe kunnen passen. En om daar te komen gaan we eerst kijken hoe maken mensen keuzes. Jullie zijn allemaal met de fiets gekomen of met de auto. Je weet allemaal wat de voorrangsregels zijn, dus je moet kijken om je heen. Je moet die informatie verwerken en ook toe kunnen passen. Dat observeren, jullie zitten hier in de zaal niet, maar normaal zijn er heel veel factoren omheen. En je moet altijd kunnen focussen, wat is het belangrijke punt in je omgeving. Dus welke informatie is relevant en op basis daarvan moet je die informatie verwerken en ook toe kunnen passen. En dat zien wij met name in deze drie sectoren. Dus wij werken onder andere met PSV samen om hun talenten betere keuze te laten maken in het veld. Dus daarvoor is de tool, of hetgeen wat wij doen, wordt gebruikt als een overstimulatie op spelers. Dus dat ze meer prikkels in hun hersenen krijgen om de betere keuze te leren maken. Daarnaast werken we samen met Kempa hier in de regio. Dat is een neurologisch instituut om te zorgen dat kinderen met neurologische leer- en ontwikkelstoornissen beter worden in hun educatieve of normale ontwikkeling. En we werken samen met fysiopraktijken om de cognitief-motorische vraagstukken aan te pakken. Dus mensen met valproblemen of simpelweg andere problemen die te maken hebben met de connectie tussen hun hoofd en het lichaam. Daar is hij weer. Dus wat wij gevalideerd hebben bij onze klanten is dat ze eigenlijk twee manieren gebruiken. Aan de ene zijde zitten ze vast aan een computer. Dus je wil mensen kunnen trainen in de situatie waarin dat ze beter moeten worden. Dus een voetbal in een voetbalsetting, iemand bij een fysiopraktijk in een val of in een loopsetting. En je wil niet vastgebonden zitten achter een laptop zoals zo. Dit is niet representatief. Dus aan de ene kant zijn ze afhankelijk van een laptop en afhankelijk van frequenties die ze daar aangeboden krijgen. Aan de andere zijde zien we ook een reaction-based training. Dus dat zijn fit lights of blazespots, dat zijn van die lampen die boxers wel eens gebruiken of Formule 1 coureurs. Dan heb je heel veel bewegingsvrijheid, maar heel weinig data om te zien wat je echt aan het doen bent. Dus wat geven de klanten echt aan? Ze willen data hebben gewoon direct tijdens de training en na de training. Dus weten wat je aan het doen bent, wat meten is weten, en dan kan je ook werken aan een verbetering. Dat is aan de ene kant. Dan hebben ze willen geen afhankelijkheid meer hebben van een technologie. Technologie is een hulpmiddel en moet kunnen helpen in het presteren of in het doen wat ze moeten doen voor die organisaties. En ze willen mensen kunnen trainen in een setting waarin dat ze moeten verbeteren of waarin dat ze verhinderd worden in hun dagelijks functioneren. Dus, dan komen we ons product aan. Wat doen wij? Wij ontwikkelen een software voor cognitieve training, dus het verbeteren van cognitieve vaardigheden, zoals aandacht, werkgeheugen en inhiberend vermogen, dus onderdrukken van impulsen, om te kunnen zorgen dat de mensen verbeteren in hun dagelijks functioneren. Ik pak even PSV voorbeeld erbij, dan heb je een idee wat voetballers kunnen doen. Dus we beginnen met taken die toegesplitst zijn op persoonlijke vaardigheden. Dus iedereen heeft een andere beginsituatie, andere startpositie. En op basis van hun eigen startpositie gaan we trainingen aanbevelen. Dus we beginnen met bepaalde opties. En na verloop van tijd, naarmate dat er meer data is, weten wat een specifieke speler nodig heeft in hun ontwikkeling. Vervolgens geven we hun cognitieve taken. Dus het zijn specifieke taken gericht op zowel aandacht, zowel op het werkgeheugen, dus het verwerkend vermogen van die informatie, als op het inhiberend vermogen. Dus ook acties moeten ze kunnen onderdrukken. Vervolgens doen we dit in de setting waarin mensen moeten verbeteren.
Ze voetballen wij natuurlijk laten voetballen terwijl ze trainen. Dus door middel van een simpel hardware component kunnen we zorgen dat mensen ook los kunnen gaan van de computer en kunnen trainen in hun eigen setting. En dat doen we dus ook met behulp van constant datagedreven feedback. Dus tijdens de training moet je weten hoe presteer je, wat doe je en hoe kan je beter worden de volgende keer dat je het doet. Dus de data moet heel begrijpbaar zijn voor de mensen, dat ze meteen door kunnen gaan, zowel voor de trainer als voor de eindgebruiker. En vervolgens zijn er experts bij die organisaties die helpen om die data te interpreteren. Dus wij geven de data als een hulpmiddel, als handvaten. En op basis daarvan doen ze de begeleiding. We hebben een B2B SaaS-model, dus je kan een software-abonnement afnemen bij ons. We helpen mee met de onboarding en we hebben nog extra verdienmodellen voor de partijen waar ze aan kunnen werken. Het is een grote markt. Het is een markt van ongeveer 3,9 miljard euro op dit moment. Het groeit zeer hard met een compound annual growth rate van 29,3%. Maar het is een heel hard groeiende markt. En er zijn wereldwijd 52,8 miljoen mensen met cognitieve uitdagingen. Dat is los van mensen met Alzheimer, dementie. Maar echt 52,8 miljoen mensen die dit nodig hebben. We hebben marktpositionering, ik zal het iets korter houden. Dus voor de lange termijn moeten we ook weten hoe we waardevol blijven voor onze klanten. Dus niet alleen is het de software die we aanbieden, maar we hebben ook een partnership model die extra waardestroom kan genereren. Niet alleen in geld, maar ook in kennis. En er staat een heel goed team achter mij. Dus we hebben een bestuur van 3 mensen. We hebben 2 actieve investeerders, dat zijn business angels, die ook de kennis brengen in het opbouwen, leiden en opschalen van softwarebedrijven. En los van ons 3 hebben we een team van 19 mensen, zowel fulltime als parttimers, die samenwerken aan deze missie. Dat is wie wij zijn als Aristotle Technologies. Dank jullie wel. Dank je wel, Maurits. Wie mag ik als eerste woord geven, Charlie? Wat zijn de eerste stappen die je nou komend jaar voor ogen hebt om te gaan zetten? Is dat vooral groter worden of het product verder ontwikkelen? Ja, het belangrijkste is dat we ook een focus hebben, want de software in principe, heel plat gezegd, hebben een lege software. Dus je biedt een software aan met opties en die kunnen aan de hand van het segment kunnen ze geoptimaliseerd worden. Daarom kunnen we ook 3 markten aan, want die hebben een hele hoge functionele overlap. Dus het lijkt heel erg op elkaar. Dus daarin willen we de focus houden in die segmenten. We willen echt toenemen in de sales die we doen, dus echt het commercialiseren moet beter. En door het partnership model wat we hebben, kunnen we vrij gefocust daarop doorgroeien. Dus de nieuwe financiering zou daarin kunnen gaan. Dus als je het commercialiseren verbetert, dus een stabielere basis hebt in Nederland. En vanuit daar willen we internationaliseren. Dus dat is sales, marketing, die kant. Dank je. Dan de laatste vraag. Je hebt 3 categorieën. Dus je hebt sport, leren en fysio. Stel, je moet kiezen. Welke van de 3? Waarom en waar zou je de grootste impact kunnen maken in het leven van mensen of in die segmenten? Dan moet ik het even splitsen tussen persoonlijke point of view en bedrijfsmatig. Persoonlijk heb ik de meeste affiniteit met de gezondheidskant. Korte side note van waarom dat ik doe wat ik doe. Ik ben altijd opgevoed door mijn oma. En die heeft 1,5 jaar, dus ik ben hier 2 jaar mee bezig. En 1,5 jaar geleden heeft ze meerdere herseninfarcten gehad. Dat heeft ze helaas niet mogen overleven. Maar ze is wel, een paar maanden was ze bij een revalidatiecentrum. En dan zie je concreet wat er gebeurt met mensen die, in principe gaf ze aan van ja, ze is niet gek in haar hoofd, maar ze heeft wel uitdaging. En op dat moment is technologie, kan een middel zijn om mensen te leren leven en niet om mensen te diagnostiseren van je hebt iets, je hebt een probleem en je krijgt een labeltje. Dus persoonlijk zou ik altijd die kant zeggen. Bedrijfsmatig gezien, omdat ze een hele hoge functionele overlap hebben. Dus alle 3 die sectoren hebben vaste contactmomenten. Dus het past in een regulier werkproces. Ze hebben altijd experts in huis, dus ze weten wat ze doen. Ze hebben alleen de data nodig. Dus eentje laten vallen, dat zou ik nooit doen. Als we kijken naar het marktpotentieel, is de tak in de educatie / gezondheidszorg is een grotere markt om in te zitten. De marktentry is wel moeilijker, dus het salesproces is wel een lastiger proces met meer bureaucratische stappen. Als je onderaan de streep kijkt, is dat bedrijfskundig gezien, is dat de gunstigste markt. Dank je wel.
Goed verhaal, man. Ja, drie hele verschillende pitches. Inderdaad, van bedrijven in hele verschillende fases. Dus we gaan nu naar het volgende. We gaan naar de Mentimeter waar jullie kunnen gaan stemmen. Ik druk vast op de volgende knop. Dan zien jullie het al. Ik vond het heel goed wat Bart net ook zei. Weet je, hou er rekening mee dat ze in verschillende fases zitten. Dus kies inderdaad waar je zelf denkt van, goh, weet je, ik geloof daarin, ik geloof in het idee. Ga naar Mentimeter, menti.com. Nou, de code die staat er, die kunnen jullie lezen voor de mensen thuis die het misschien niet kunnen lezen. Of die hebben misschien slides ernaast, maar ik zal het even rustig voorlezen. De code menti.com is 6971-0797. Dus 6971-0797. En als ik dan dadelijk op de volgende slide klik, Tim, mag dat al doen of niet? Dan zien we dadelijk de uitslag binnenkomen. En misschien is dat ook al goed, zeg maar, om alvast jullie te vertellen, wat kunnen die mensen dan eigenlijk winnen? En voor Neil, I will go switch to English. So what is the prize that you can win, right? So I guess you must be curious as well, because we didn't mention that. So we have a few people a few people who are willing to join you because they are sort of like experts in their field, and they are willing to join you for a certain period of time and to challenge you, to talk to you and to help you out and to help you go further, whatever you want. So we've got different expertises available from different people, and you can sort of like get some time with them as a consultant or whatever you may call it. So that's there to win. It's already there, right? So this is not going to change anymore, right? Yeah, we still got 20 seconds left, so it can still move, but it seems like it's a close call between two or three, and let's count down together. 10. You must be the best audience ever. Maurits, come and join us. Congratulations. So, we already had a short talk before the event, and I was really inspired by your story. I was also a bit intimidated by the questions that you asked me. So if you ask me as a sort of like partnership, perhaps I can learn more from you than you from me. But we have different people with different expertise available for you, and you can pick and choose whatever you want, and they will be at your disposal, so to speak. Congratulations. So, with this we come. Gaan we even terug naar het Engels. Nou, of in het Nederlands, sorry. Bla bla bla. Hiermee komen we aan het einde van deze editie van Digital Wednesday. Er staat natuurlijk weer een nieuwe gepland. Die is op 20 september. Dat gaat over het marketingteam van de toekomst. Zal ook weer hier zijn. Dus ik hoop dat jullie er dan ook zijn. Heel ander onderwerp, maar ook super interessant. Dan heb ik nog een taak. En dat is. Je kunt meteen je ticket krijgen op deze super fancy QR-code. En anders vind je het natuurlijk gewoon op de website van Digital Wednesday. Dan rest mij nog om uiteraard onze sponsoren te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze avond. En dan verwacht ik voor jullie natuurlijk een geweldig applaus, want ja, die krijgen natuurlijk zelden. Dus, nou, sponsoren bedankt. Dank jullie wel.